Ja? Je bent geslaagd. Yes! Van harte gefeliciteerd, meid. Alsjeblieft. Dankjewel. Eindexamenleerlingen van het PCC Fabricius uit Alkmaar kregen vandaag verrassingsbezoek. Docenten kwamen hoogstpersoonlijk het heugelijke nieuws brengen dat ze geslaagd zijn. We hebben voor deze manier gekozen omdat we het heel sneu vinden voor de leerlingen dat ze geen centraal eindexamen hebben. Dus ook geen eindexamenfeest. En op deze manier willen we ze toch in het zonnetje zetten. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Dank je. Maar ook, je bent geslaagd. Yes! Yes! Je bent vandaag jarig en geslaagd. En dan komen ze je ook nog persoonlijk feliciteren. Hoe is dat? Best wel leuk, ja. Een hele leuke verrassing, dat had ik niet verwacht. Hoe voelt het dat je op deze manier verrast wordt? Nou ja, toch wel goed, want ik heb er wel wat voor gedaan. Ik heb wel geen eindexamen gedaan, maar ik ben toch geslaagd. Eindelijk, hè? Ja, eindelijk. Ja. Oh. Vorig jaar was ik gezakt. Toen was ik, had ik een 3 voor Engels. En nu ben ik geslaagd. Dus ik ben heel blij. Hij mag hangen. De leerlingen konden geen centraal eindexamen doen vanwege de coronacrisis. Wel moesten ze gewoon schoolexamens doen. Om toch een beetje de spanning erin te houden, werden die resultaten tot op het laatste moment geheim gehouden. Ja, zeker. Totdat wij bellen of voor de deur staan, blijft het spannend, ja. Ja, zo. Nee, we zien het wel. Ze vinden het fantastisch, hè? Ja, zeker weten. Ze reageren allemaal heel erg enthousiast en verrast. En daar gaat het uiteindelijk om. Het is hun dag, hun mijlpaal, hun diploma. Ja. En het is net zoveel waard als ieder jaar.